Welkom bij Lokaal, de gezamenlijke uitzending van Open Rotterdam, RTV Lansingeland, RTV Dordrecht, WOS, 2 en Rijnmond. En vandaag komt Lokaal vanuit Schiedam. De lokale verhalen vertel ik deze week vanuit Schiedam. En dat is het uitzendgebied van de nieuwe Omroep 2, waar ook Vlaardingen onder valt. Vanuit de wijk De Gorsse, Milou. Ja, een kersverse nieuwe omroep. Met een nieuw logo. Kijk eens even, wat een mooi nieuw logo. Ja, en als je goed kijkt zit er zelfs een 2 in verstopt, Ruud. Het is niet te geloven. Ja, bizar. Maar het is een samenvoegsel van, is een beetje oneerbiedig, maar van Omroep Vlaardingen en Schie. Ja. Dus de krachten zijn gebundeld. Beste van allebei de steden. Ja. Maar hoe hebben de haringkoppen gereageerd? Want het is toch altijd een beetje een twist geweest tussen Vlaardingers en Schiedammers? Ja, maar dat is al zo lang geleden. Eigenlijk vindt iedereen het alleen maar leuk dat we steeds professioneler worden. Ja, nou ja, en hele mooie verhalen brengen. Want wij zijn hier bij Stichting JNS. Voor de bewoners buiten Schiedam en Vlaardingen misschien wat onbekender. Maar het staat voor jongeren en senioren. En zij doen heel goede dingen. Ja, onder andere brengen ze dus bij de senioren soep langs en dat doen ze in deze bakfiets. Alsjeblieft. Lekker voor vanavond. We gaan vanmiddag soep aan de deur brengen bij de meest kwetsbare mensen in De Gorsse. Vanmiddag gaan we dat dus doen bij de kwetsbare senioren. En op deze manier proberen wij daar ook een beetje aan mee te helpen. Maar ook om... te checken van gaat het allemaal nog goed en kunnen wij iets betekenen of kunnen wij iets doen om te zorgen dat de mantelzorger niet te veel overbelast raakt. Kunnen wij mensen inschakelen bijvoorbeeld. Dus het is ook signaleren natuurlijk. Hè? Hallo Lien, wat zie je er weer fleurig uit vandaag. Ja, echt waar. We hebben lekker soep. Soep? Oh, dat is altijd lekker. Groentesoep. Oh, lekker. Ja, voor mijn gevoel. Wordt het steeds meer, die schrijnende gevallen. Omdat, mensen vallen vaak tussen wal en schip. En ja, dan wil je niet weten wat je af en toe tegenkomt. Dat is echt te triest voor woorden. Hallo, hallo, Harry. Hallo. Mogen wij verder komen? Ja, je komt. Wat lekkers. We gaan even verder. We hebben lekkere soep. Ja. Ja? Heerlijk, hé. Oké. Nou, wel een gezellige meiden. Ja, een gezellige meiden ga je ook weer gezellig weg. Ook wel eens zelf moeten koken en het is makkelijker om het te krijgen natuurlijk. Hey? We hebben een echtpaar en dat is echt heel triest. Ze zijn heel lang bij elkaar, meneer is dementerend. Zijn vrouw zorgt voor hem, is mantelzorger, maar is zo overbelast. Meneer hangt heel erg aan haar, raakt ook in paniek als zij er niet is. Dus deze vrouw die stort vandaag of morgen in. Hi, hallo. Ik denk dat lus jij vast wel. Ja. Ja? Ga je het zelf in de keuken zetten of moet ik het voor je doen? Je hebt nu een beetje gezien hoe of wat in de wijk. Wij hopen als JNS dat dingen beter gaan worden. Hè, dat er vanuit bovenaf instanties dat dingen opgepakt gaan worden en ten goede gaan veranderen voor de bewoners. Maar ja, zolang dat niet voldoende gebeurt, blijven wij als JNS inspringen en doen we ons uiterste best. Milou, JNS brengt niet alleen soep rond, maar hier liggen allerlei producten voor de winkel van JNS, van de stichting, die mensen gewoon kunnen pakken hier uit De Gorsse. Ja, dat klopt. Deze producten heeft JNS gekregen. Ja. En ze zijn eigenlijk bedoeld voor de mensen die het echt nodig hebben in De Gorsse. Dus kom je tekort met je weekboodschappen, dan mag je hier iets van afpakken. Ja, dat werd net al gezegd, hè. Het is helaas nog steeds hard nodig. Het is helaas nog steeds hard nodig, ja. Ja, maar het geeft wel weer aan... Hoe hecht deze wijk in Schiedam in elkaar zit, toch? Zeker. Ons kent ons hier zo, dus ons helpt ons ook. Dankjewel. Van Schiedam naar Rozenburg-Maassluis. Er is heel veel te doen geweest over de veerverbinding voor auto's. Die ligt er al maanden uit. Maar misschien komt er nu een oplossing. Zou die weer gaan varen? In maart zou het wel eens kunnen gaan gebeuren. Laat het maar over aan de jongens van Dame. In Rotterdam-Krooswijk heb je Joop Voerman. Het is een begrip daar. Hij heeft al jarenlang een bijzondere lampenwinkel. Maar Joop hangt zijn lampen aan de wilgen. Eerst zwieren en zwaaien op de schaatsen. Honderden kinderen deden het in Dordrecht. 3, 2, 1. De Nederlandse jeugdschaatsdagen zijn begonnen. En ook in Dordrecht hebben ruim 800 basisschoolkinderen hierom de schaatsen aangetrokken. De kinderen krijgen de opdracht om net als tijdens de Elfstedentocht een stempelkaart helemaal vol te krijgen.
Daarnaast kwam ook Nederlands kampioene Merel Konijn langs om de kinderen het een en ander over schaatsen uit te leggen. Zelf ben ik natuurlijk ook zo begonnen. Je moet ergens beginnen. En ik merk wel dat kinderen nu veel minder gewend zijn om bijvoorbeeld schaatsen aan te hebben. Want ja, niet iedereen heeft natuurijs meegemaakt. Dus je hoort ook echt kinderen die zo zijn van, wat moeten die dingen aan mijn voeten? En ja, dat is gewoon heel grappig. Want, ja. En heb je al misschien iemand gezien die de nieuwe Merel Konijn of Sven Kramer kan worden? Oh, zo goed heb ik nog niet gekeken naar. Maar ja, ik denk op deze leeftijd is echt het allerbelangrijkste dat ze gewoon lol hebben. En als je dan hard werkt, dan kan iedereen heel ver komen. Dus ik denk dat dat moeilijk te zeggen is op deze leeftijd. En als je nou een schatting moet maken, hoeveel rondjes ga je denk je doen? Iets van 9. 9 rondjes. Hebben jullie ook al je stempelkaart helemaal vol? Nee. Maar wat is dat? Stempelkaart? Nee. Ik ben al 3 keer hier overheen. Ik ben 4 keer hier. Ik heb 3. Ja, zo is het heel makkelijk om die stempels te halen. Nee, ik ben echt serieus. Ik heb er tot nu toe 4 gedaan. Ik ga bezig zijn met mijn 50. Wat ga je het meeste missen als je dadelijk gestopt bent met die zaak? Het sociale contact. Ik ken natuurlijk misschien wel 1000 mensen. Heel dikwijls ook van naam of voornaam. En ik ben een steun en toeverlaat in een heleboel gekke dingen die ze komen vragen. En daar ben ik niet altijd heel erg blij mee. Omdat dat dikwijls heel lang praten is voor bijvoorbeeld voor iets van 1 euro of 2 euro te verkopen. Hoi. Ja, dat is een lamp die gemaakt is om te hangen. Dus dat kan ik niet veranderen? Nee, dat klopt de constructie niet. Gaat u nou ook wat bij Joop kopen, mevrouw? Of komt u alleen maar advies inwinnen? Ja, als u me kan helpen, dan moet ik het kopen natuurlijk. Ja, maar dat soort dingen heb ik niet. Nee. Dit is dan gewoon... In ongeveer 65 ben ik hier begonnen, bij mijn grootvader. Deze panden zijn gebouwd rond 1930. En mijn grootvader heeft dit gehuurd als eerste in 1931. Ja, in hoofdzaak fietsen, verkoop en 's winters schaatsen. Toen kwamen de lampen erbij. En dat waren heel sumere uitvoeringen van lampen en een heel klein assortiment. En nu hebben we een assortiment. We hebben plusminus 640 verschillende lampen. Deze foto die is genomen in de zomer van 1956. Toen bestonden we dus vanaf 1931 25 jaar. En op de foto is te zien mijn oma en mijn opa, mijn moeder, mijn vader en kleine Joopie. Dit is Joopse leven en het is niet mijn leven. Ik heb een man, ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen. En mijn broer is alleen. We hebben ook een moderne uitvoering daarvan, die echt specifiek voor een theepot is gemaakt. Wat is het voor een man, Joop? Een Einzelganger, een hoorder. Nee, hoorder is iemand die de weg kwijt is. Nee, nou ja, dat maakt niet uit. Nee, dat lijkt me ook niet, maar... In de volksmond ook wel verzamelwoede, verzameldwang of hoording genoemd. Hebben een sterk gevoelde behoefte om bepaalde voorwerpen te bewaren. Het wegdoen van deze spullen gaat samen met een gevoel van lijden. Heb jij wel een beetje? Want ook het antiek wil je liever niet verkopen, je wilt het liever houden. Ik verzamel geen hoorden, dat verzamel je rotzooi. Daar kun je je kamer niet meer in. Nee, maar... Ik spreek vloeiend Engels, dus daar kan je nog even mee aan de gang. Wat is je passie? Verzamelen. En het is begonnen met postzegels, toen munten. En vanaf mijn 16e jaar ben ik fietsverlichting gaan sparen. Daar heb ik ook een voorbeeld van bij me om je te laten zien wat dat is. Want jij kent die hele materie uiteraard niet. Dit is dus... Een van de karbietlampen in een hele goede staat. Hoe komt dat eigenlijk, dat hij geen vrouw heeft? Omdat hij altijd gewoon alleen maar met zijn werk bezig was. Zo is het en niet anders. Ook vriendinnen, die hij natuurlijk meerdere malen heb gehad. Dan draaide toch alles om de zaak. Vind je dat geen gemis?
Ik weet niet. Moeilijke vraag voor mij. Ik heb geen tegenhanger, om het zo maar te zeggen. Nou ja, je zus. Maar ja, maar mijn zus die heeft het geluk dat ze een zeer goede vakman heeft getrouwd. Ja, dat is heel belangrijk. Hier ligt ze dan, bij de scheepswerf van exploitant Dame. Veerboot de Blankenburg, die anderhalf jaar voor het laatst vaarde tussen Maassluis en Rozenburg. En dat is ook te zien aan de agenda's die hier liggen. Maar inmiddels wordt er hard gewerkt om de boot terug te laten keren. Wat we gedaan hebben is in het dok het onderwaterschip geïnspecteerd. Dat zag er eigenlijk allemaal best wel goed uit. Dus dat is allemaal goed nieuws. En ja, nu zijn we hier aan boord bezig met een klein team om echt elk systeem na te kijken, alles te doorlopen, onderhoud doen waar het nodig is, onderdelen vervangen waar dat nodig is. En zo puzzelen we langzaam de hele boot uit. En het eindproduct is gewoon een betrouwbaar schip dat weer dienst kan doen. En schiet het al een beetje op? Ja, dat is natuurlijk een vraag waar ik, ik denk dat het binnen afzienbare tijd zeker allemaal goed gaat komen. Nee, mijn verwachting is dat het is een kwestie van 2 maanden of zo, denk ik. 2-3 maanden, zoiets. Dan is het klaar. De gebruikers van de veerdienst hopen dat het natuurlijk snel gaat gebeuren. De projectleider van de exploitatie van de boot krijgt er veel vragen over. Elke dag. Die vraag die krijgen we elke dag. Ja, het zijn voornamelijk natuurlijk mensen die ter plaatse zijn, die al best wel een tijdje geconfronteerd zijn met dat er een tijd geen veer was. Nou, uiteindelijk hebben we het fietsvoetveer teruggebracht. Heel veel mensen zijn er best wel heel blij mee. In ieder geval de voetgangers en de fietsers, bromfietsers, die zijn weer mobiel. Automobilisten hebben natuurlijk een alternatief. Maar ook voor de automobilisten zal het fijn zijn als ze straks weer een directe verbinding hebben. En wij zijn ook benieuwd, is er zicht op een terugkeer van het autoveer? Ik denk in de loop van volgende maand dat we het water opgaan, de rivier opgaan en gaan proefvaren. Daar zullen we ook de bemanning bij betrekken die hier soms al 30 jaar heeft gevaren. Die kennen natuurlijk het schip als geen ander. Nou, daar zullen ongetwijfeld ook weer dingetjes uitkomen. We gaan die certificering up to speed brengen. En dan hoop ik dat we medio maart, tweede helft maart de Blankenburg weer terug in operatie zouden kunnen gaan brengen. En van de frisse scheepswerf zijn we weer in Hartjeschiedam bij een tent waar we lekker een opwarmertje kunnen halen. Tenminste, hij is nu gesloten. Maar niet altijd, hè, Milou? Want bij Café Jeneverie het Spul kun je een lekker hartversterkertje nemen. Dat klopt. En de Jeneverproefkring komt hier ook iedere maand samen. De 3 glaasjes heten ze. Hoe toepasselijk kan je het krijgen? Ja. Ja, en het leuke is, dat wordt dus geleid door Rob Klaarwater. Weer zo'n toepasselijke naam. Maar ik denk dat hij wel van jenever houdt. Ik weet niet wat het is. Mijn vrouw die heeft het uitgekozen. Nou, dat doen we al 25 jaar. En zij kiest er altijd uit 3 jenevers. En geen van allen weet het. En uiteindelijk, als we het geproefd hebben en een mening erover gegeven, dan wordt het onthuld wat het is en wat het kost. En daar geven we uiteindelijk een cijfer. Jeneverproefkring De 3 glaasjes komt elke tweede zondag van de maand bijeen om nieuwe jenevers te proeven. Elke maand 3 glaasjes. Hiervoor komt zelfs iemand uit Frankrijk naar Schiedam. Jenever is een echt Nederlandse product. Het is ook lekker. Wat ik had in Frankrijk met wijn, kan ik hier ook ervaren met jenever. Het is echt een diepe product, heel veel geschiedenis. Ja, het is echt leuk om dat te doen. Ja. Je gaat net iets dieper in op het proeven, dus op wat je nou daadwerkelijk proeft. Hè. Je hebt ook een formulier bij en daar staan dan suggesties op wat er dan eventueel in zou kunnen zitten. En dan probeer je een beetje zo'n drankje te ontleden. Wat ik doe is aan de hand van het formulier wat we voor ons hebben, in die volgorde proberen te ontdekken wat het is en vertellen of het lekker is, ja of nee. En dan begin ik met te kijken hoe het eruit ziet en of het een beetje viskeus is. En dan ga ik daarna ruiken en dan proeven. En dan vorm ik een oordeel. Nou, jenever is lekker. Of kan lekker zijn. Meestal is die lekker. En ook heel veel distillateurs die vragen ook onze meningen om een rapport op te sturen. Dus 3 jenevers gaan we proeven. Dus ik heb al een goede maaltijd gehad voordat ik kwam. De proefkring pakt het erg serieus aan. Maar zit er eigenlijk veel verschil tussen de jenevers? Sowieso natuurlijk de verschillen die je weet tussen jonge, oude en oude jenever en korenwijn en moutwijn jenever. Maar ook qua smaken zijn ze meestal allemaal erg verschillend. Ook de granen die erin zitten, want dat geeft ook speciale smaken.
maken. Hè, bijvoorbeeld roggen. Dat kan je bijvoorbeeld ontdekken doordat er dan een beetje chocoladesmaak aan zit. U denkt misschien, heb ik een raar pakje aan? Dat klopt, maar ik ben voorzitter van de Jeneverproefkring Drie Glaasjes. En als we op stap gaan, dan zijn we in vol tenue. Het hoofddeksel, daar ziet u de Schiedamse vlag. Hè? Zwart, geel, zwart, geel, zwart, geel. En hetgeen wat ik op mijn buik heb, dat is een oud bordje. Dat komt uit het depot waar vroeger de jenever neergelegd werd om te rijpen. En daar zat vroeger een papiertje op waar dan op stond wat voor jenever in de vaten lag. U heeft nu de eerste jenever in uw hand. Ja. Hoe smaakt die? Het is echt lekker. Het belooft veel voor dit jaar. We hebben echt al wel wat dingetjes erin gevonden. Vooral veel jeneverbes. Hij is lekker fris, goed doordrinkbaar. Het is fris. Het is een jong jenever. Heel veel jeneverbessen. Laurier een beetje, denk ik. Voor mij 7,5. En na het proeven en beoordelen is het moment daar en worden de verschillende jenevers onthuld. Een Duitse jenever. Ja. 34% oude jenever. 0,740%. Dus wij wilden hem nog hoger alcohol. Ja. Het is best moeilijk. Het is niet zomaar even gezellig. Het is volgens mij wel hard werken. Hierna spiek ik ook een beetje en vraag ik ook heel veel. Oefening bouwt kunst. Ja, dus u blijft voorlopig nog wel even jenever drinken? Ja, zeker. En voor een heel veel jaren. Ja. Dat wordt steeds leuker. Want we ontdekken dus steeds meer. We ontdekken dus ook steeds meer nieuwe jenevers. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja. En lekker. Ja, ze ontdekken steeds maar meer, hè? Want er kan nog wel een etalage bij. Deze staat helemaal gevuld met verschillende soorten jenevers. Ja, denk ik ook. Dit is toch het leven? Ja, ik ben zelf niet zo'n jenever-fan, maar dat word je wel vanzelf hoor. Als je in Schiedam rondloopt, dat komt helemaal goed. Oké, dankjewel. Zometeen in lokaal het trieste verhaal van een bestolen repaircafé. Dat zijn mannen en vrouwen die voor weinig spulletjes repareren van omwonenden. En dat is allemaal onbezoldigd of voor heel weinig geld. En nou zijn ze bestolen van al hun gereedschap. Eerst het verhaal van de Duitse Jan, een dakloze die in Rotterdam niet uitkon, omdat na een incident zijn hond in beslag werd genomen. En nu is het grote moment daar. Hij is naar de rechtbank gegaan en de vraag is, krijgt hij zijn hond terug? I'm waiting for since 4 months. Yeah, I'm waiting so long time now in these circumstances. Well, I don't know. I have no experience with the court system in the Netherlands. Yeah. I hope it's gonna end well. I want my dog back, and that's all I want. Yeah. This is not only my dog. It's my heart. It's my friend. There is no much more options than to give me my dog back. The only thing what he can decide. Otherwise, I'm gonna stay here, Rotterdam. Today is the big day. Today is the judgment day. This is the second court appointment, and hopefully the judge decides that I get my dog back. Deze yep. En op top meneer Muller. Komt u eerst naar binnen. Hallo. Goeiedag. Hallo. Kort gezegd komt het verwijt dat ik meneer Miesler maak erop neer dat hij zijn hond Leo heeft aangehitst. Dat was toen op het Centraal Station. Met als gevolg dat Leo daar iemand heeft gebeten. Is nou vast te stellen dat meneer Miesler enige actieve handeling heeft verricht om Leo meneer te laten bijten? Ik kan die vraag op basis van het dossier zoals dat voor ligt en op basis van de beelden niet beantwoorden. Ik spreek u dus vrij van alle feiten. Ik geef uw hond terug. En dat zal officier justitie met uw advocaat regelen. Bedankt voor uw komst. I'm very happy. I'm very, very happy. It's very sad I had to wait 4 months for this decision, but at least better late than never. Hallo, mijn Pikachu. This was the longest 4 months in my life.
Als ik zie wat allemaal voor spullen gestolen zijn, dan denk ik, nou, het is iemand die een repaircafé wou starten. Tussen kerst en oud en nieuw is al het gereedschap van het repaircafé gestolen. Het gereedschap wat opgeslagen lag in de kelder van Wijkpunt de Eendracht, wordt gebruikt voor de diverse reparaties die het café doet. Meetapparatuur, slijpapparatuur, fietsen, plakspullen, meters, ga zo maar door. Voor een deel zit er echt wel meetapparatuur. Nou, dat zal om en bij tussen de 1000 en 1500 euro waard zijn. Ja, wij doen het eigenlijk gewoon alleen voor een vrijwillige bijdrage. We hebben geen subsidie van de gemeente. De gemeente ondersteunt ons wel met deze ruimte ter beschikking te stellen. En voor de rest, ja, doen wij het gewoon met vol enthousiasme. En denk je, ja, wie gaat nou ons bestelen? En ja, het is ook niet 10.000 euro's waard, dus ja. En hoe gaan jullie nu verder? Wat zijn de vervolgstappen? Nou, we hebben eerst gedacht, ja, gaan we nog wel verder? Maar we hebben besloten om verder te gaan. Nou, we hebben wat spullen van een ander repaircafé wat gestopt is, hebben we gekregen. Dus we kunnen minimale reparaties doen. En zaterdag gaan we met alle vrijwilligers kijken naar wat moeten we aanschaffen. Hoe gaan we dat doen? En dan gaan we gewoon weer verder. Als je nou wil helpen, donaties blijven welkom bij het Wijkpunt in Dordrecht. En check anders de site van rtvdordrecht.nl. Naar Lansingeland, want daar is iets bijzonders gebeurd. Koe Keetje is inmiddels 12 jaar oud. En boer Johan heeft uit zitten rekenen dat deze koe maar liefst 100.000 liter melk heeft gegeven. Koe Keetje is een koe van 12 jaar oud. Dus, ik heb erop gehaald toen ik hier ben komen werken in 2015. We hebben er bij de jongveefokker opgehaald. Ze is in die eigenlijk de hele periode, in die 12 jaar, is ze niet ziek geweest. En de melkproductie is zo hoog dat ze nu de magische grens van 100.000 liter heeft bereikt. En dat is niet alledaags, om het zo maar te noemen. We hebben 120 koeien in stal inmiddels. En ze krijgen allemaal hetzelfde rantsoen. Hoge gevers en lage gevers. Dus dan merk je toch dat deze koe er eigenlijk uitspringt. Hoe herken je Keetje eigenlijk? Je hebt zoveel koeien hier, dus ja, hoe valt zij te herkennen? Nou, iedere koe die heeft een nummer op zijn halsband staan. Koe Keetje heeft nummer 140, maar ook het oormerknummer is identiek aan de koe. In dat opzicht, als iemand anders voor mij de stal naloopt, die zoekt altijd het nummer van de koe op. Ik zie meestal aan de koe gelijk welke koe het is en welke naam erbij hoort. In principe ken ik ze allemaal bij naam. Maar je weet ook van iedere koe het vlekkenpatroon en daar herken ik ze eigenlijk meer aan. Ja, koe Keetje die is kerngezond. Ze is één keer ziek geweest. Dat was nog een heel gedoe om het te behandelen, want ze laat niet zo graag met zich sollen. Als ze zo door blijft gaan, kan ze gerust nog 3, 4, 5 jaar mee, hoop ik. Misschien nog wel langer. En tot zover Lokaal, de samenwerking van de lokale omroepen en Rijnmond. Dank voor het kijken en tot volgende week.